ik vertel nooit waarover mijn liedjes gaan. Ja, maar dat begrijp ik. Zou ik zelf ook echt niet durven. Soms, maar ze hebben dat door hoor. Soms vragen ze van, over wat gaat dat nu eigenlijk? Mm-hmm. Dan ben ik altijd zo van, have I ever explained it? I will not and I will never. Welkom bij de Bathroom Sessions. Vandaag zijn we hier met... Maeve. Welkom, Maeve. Dank je. Maeve, stel jezelf een keer voor. Oké, hallo. Ik ben Maeve. Ik ben artieste. Ik ben 23 jaar. Ik doe een beetje R&B-ish stuff. Ik zing dus. En hoe zit je eigenlijk bij muziek terechtgekomen? Ik was een heel verlegen persoon. Tot voor kort nog zelf. Dus ik heb altijd al gezongen, maar gewoon nooit echt out there. En dan heb ik ooit eens een cover gemaakt, die ik zo op mijn Instagram stories zette. Ja, ja. Zo, allee, ik wou dat op mijn stories zetten, zodat dat na 24 uur weg was. Maar mijn zus heeft mij gepusht om dat echt als post te posten. Oké. En superveel goede reacties heb ik gekregen. En daardoor ben ik eigenlijk beginnen meer zo covers maken. Ja, meer ja. En wanneer is eigenlijk zo een bekende klik gekomen van, het kan je wel... echt mee verder gaan? Vanaf dat ik mijn eerste single heb gemaakt eigenlijk. Dus vanaf dat ik Silly Games heb gemaakt, dat is een liedje dat ik zelf had geproduced. Maar ik wil dat niet produce noemen, want het had niet goed gedaan, maar it worked. Ik had het zelf gemaakt, zelf geschreven. Maar die had heel veel liefde gekregen. Okay. En daardoor was ik zo van, oké, mensen vinden echt nice wat ik doe. En dan dacht ik van, let's try yeah, it. Ja, inderdaad. Je hebt al veel op het podium gestaan. Je hebt ook gespeeld op het Core Festival. Ja. Ik ben daar zelf ook geweest. Echt? Ja, ik vond het een geweldig festival. Wat vond je van die ervaring? Want Core is wel groot, hè? Ja, inderdaad. Core is super groot. Angèle was ook een van de headliners. Ik ben super hard van Angèle. Allee, er waren nog grote artiesten, maar ik was gewoon van, Angèle. maar dat was echt crazy. Dat was... Ik doe altijd meestal mijn optredens met dansers. Ja. Dus het is altijd zo zien, wil ze er oppassen of zo. En we kwamen daartoe en we dachten, het gaat zeker wel lukken. Nee, dat was echt gewoon een superleuke dag. Echt zo'n dag waarvan ik dacht, van, nu moet ik echt genieten. Van, ja. van elke seconde, van elk moment. Heb je nogal op een podium gestaan waarvan je dacht, dit is wel niet niks? Maar eigenlijk nog wel op veel, want ik speel nog maar een jaar live. Nog maar een jaar live? Ja. Amai. En ja. Damn. Ik vind dat niet normaal. Ik vind dat heel crazy, maar ik ben heel dankbaar voor. In het enige jaar dat ik live heb gespeeld, heb ik al in de AB gespeeld, in de Botaniek, in de Bo, in de Roma. Allee, of nu de kleine zalen zijn of niet, dat zijn wel gewoon allemaal super deftige zalen. Dus ik vind dat wel crazy. Of zo, om te kunnen zeggen dat ik wel al in al die zalen al iets heb gespeeld. Dus dat was direct zo precies zo'n normale standaard of zo om in die zaal te spelen. Maar ik weet dat niet vanzelfsprekend is of zo. Want omdat je dan van in dat één jaar, dat is wel zo van bijna alles, van bijna niks naar alles gegaan. Mm-hmm. Je vrienden, zijn die daarin meegegaan, in niet meegegaan? Heb je gemerkt van, er is toch wel een verschil nu dat ik een beetje bekender ben? Nee, ik denk het niet. Ik hou alleen mijn vriendenkring is ook gewoon heel klein. Ja. Bewust of onbewust, ik weet dat niet. Maar iedereen dat dicht bij mij staat, iedereen is gewoon super blij. Maar gewoon op dezelfde manier als mij. Gewoon zo van super goed en we hopen allemaal op het beste. Maar niet zo potsen van, Marie is echt crazy. Ja, ja. Want je hebt bij Coné dus Rijn Compris opgenomen. Ja. Over wat gaat het liedje? Rijn Compris gaat. Eigenlijk over een ex of een previous relationship. Dat is eigenlijk een boodschap naar de jongen dan in kwestie. Van, na al deze tijd snapt u nog altijd niet wat het werkt. Ja. En hoe dat dit is gegaan, zo werkt het niet. Je kunt niet zomaar alles doen wat je wilt. Ja, je kunt niet zomaar mijn gevoelens zeggen en dan gewoon wegwandelen. Exact, dus daar gaat het wel over. En is eigenlijk liefde hetgeen waar je het liefst over schrijft? Niet per se het liefst, maar dat is wel... Hetgeen waar ik het vaakst over schrijf. Ik denk dat ik dat makkelijkste vind in één zin, omdat ik daar makkelijk over kan schrijven. Maar aan de andere kant vind ik dat ook het stomste, want ik weet dat iedereen daarnaar kan luisteren. Ja. Inclusief mijn ouders. En
dat vind ik minder chill, maar het is wel inderdaad hetgeen waarover ik het snelste ga zien hebben, omdat dat gewoon, ja, het moet er wel. Het van die volk gewoon, ja, dat begrijp ik wel. Ook, ja, je stelt jezelf ook wel bloot natuurlijk. Ja, exact. Dat is dat moeilijk om daarmee te moeten omgaan? Dat iedereen dat kan horen maakt me niet zoveel uit, want ik weet dat iedereen dat kan horen, dus ik schrijf ook wel meestal op een bepaalde manier dat je snapt wat ik wil zeggen, maar toch ook niet. Snapt? Ik zeg zo wel iets, maar zonder te veel personal te revealen. Mm-hmm. Het is altijd geïnspireerd op mezelf, maar ik schrijf wel meestal zo in de zin van een beetje zo dat mensen niet te veel over mijn dingen weten. Ja, dat ze ook niet te veel kunnen oordelen over je. Ja, want dus, ik denk dat ook wel moeilijk is als artiest, je zet jezelf in de spotlight. Ja. Als je dan heel veel begint te vertellen, hebben ook heel veel mensen daar een heel sterke mening over. Heb je al zo'n nummer gehad dat je dacht van, ga ik dit beter wel uitbrengen of niet? Of... Ik heb dat denk ik even gehad met mijn laatste single, Can't Have Me. Waar gaat dat? Can't Have Me gaat eigenlijk over, vooral gemeend over mensen of jongens die, die zo doen alsof dat ze zo... Ik weet niet, die zo'n beetje show-off met u, terwijl... Het gaat over een heel specifieke situatie, maar I can't elaborate. Yeah. Over het algemeen gewoon over jongens die zo... Die zo zeker zijn over een stuk en die zo, ah ja, maar ik had dit, nee. Zo, nee. Maar het is wel geïnspireerd op een heel specifiek verhaal. Uiteindelijk heb ik het wel uitgebracht, maar de reden was totaal niet diep. Maar voor mijn doen... Ja, ik let gewoon echt altijd op mijn ouders. Dus ik ben altijd zo van... Maar nee, uiteindelijk dacht ik, nee, het is fijn. Maar je hebt wel een goede band met ouders. Ja, maar ik vertel nooit waarom mijn liedjes gaan. Ja, maar dat begrijp ik. Zou ik zelf ook echt niet doen. Soms, maar ze hebben dat door, hoor. Soms vragen ze van... over wat gaat dat nu eigenlijk? Mm-hmm. Dan ben ik altijd zo van... Have I ever explained it? I will not and I will never. Maar ja, want uw zus heeft u dan echt... gepusht. Mm-hmm. Ja. Is zij wel een persoon waarbij je zoiets hebt van, kan bij je echt feedback vragen? En... Ja, ze gaan wel altijd eerlijk zeggen wat ze ervan vindt. Okay. Daar twijfel ik zeker niet over. Maar ik vraag niet echt feedback of zo. Behalve als mijn zus echt zegt, ik vind het echt niet goed. Dan ga ik er wel even voor nadenken. Maar dat is ook niet gebeurd. Ook allee, die hele scenografie zelf, van dan het dansen al, steek je dat zelf in? Ja. Echt? Ja, ja. Wauw, dat is echt, dat is cool. Ja, dat vind ik ook wel nice. Dat ik dat zelf kan doen. Niet, wat niet wil zeggen dat ik dat nooit eens door iemand anders wil laten doen ofzo, maar ik kan het. Ik doe het super graag. Dus ik vind het gewoon nice dat ik het echt, dat ik mijn eigen idee zelf tot leven kan brengen. Dat ik niet aan iemand moet uitleggen, want het is ook nog, we zitten nog in de kostenbesparen fase. Dus, voorlopig, alles wat ik zelf kan doen, I will do it myself. Ja. En dat is gewoon super leuk om te doen. Mijn dansers zijn ook mijn zus en dan een tweeling aan wie ik lesgeef. En dat is gewoon echt zo'n heel goede sfeer. Mm-hmm. Soms iets te familiair, waardoor we makkelijk zo kunnen bekvechten. Yeah. Normaal niet zou hebben als je echt zo'n dansers inhuurt of zo. Maar uiteindelijk komt het altijd wel goed. Op welke plek kun jij het beste schrijven? Ik kom meestal vanzelf. Soms kom ik zo plots op een zin. Yeah. En ik denk, dat is een goede zin of zo. En dan ga ik daar gewoon helemaal op verder. En dan wordt zo even zo'n hele verse. Zo. Bang. Ja, dan denk ik zo van, ah ja. En dan, maar dan ga ik daar niet per se op verder of zo. Dan ben ik ben heel vaak zo van, oké. Okay. Put it away. Maar ik kan ook, als ik geïnspireerd ben, kan ik ook een heel liedje schrijven op 20 minuten of zo. Mm-hmm. Wat is eigenlijk dat je gewoon uit je leven inspiratie haalt... En dat je dan schrijft wanneer je wilt schrijven. Het is niet zo dat je zegt van oké, en nu zet ik me neer en ga ik schrijven. Het ding is ook, meestal schrijf ik op een beat. Okay. Dus moet de muziek er al zijn. Maar ik heb bijvoorbeeld ook I Know, heb ik zelf geschreven vanuit, vanuit mezelf. Gewoon, ik was heel deep emotionally. En dan heb ik ook gewoon zelf gewoon beginnen schrijven zonder dat ik een melodie had, zonder dat ik... iets van akkoorden had, zonder dat er muziek bestond. Gewoon, ik ben gewoon mee schrijven, wat ik dus normaal nooit doe. Maar ik ook altijd zei van, nee, ik kan dat niet. Dus dan heb ik gewoon geschreven eigenlijk. En daarna pas ben ik aan het piano gaan zitten voor zo daar akkoorden beter bij te zoeken. En dan pas is de rest van het liedje gekomen. En is daar pas muziek rondgekomen. Maar dus, je speelt piano? Nee.
Is het zo verloes met piano? Ja, ik kan... Okay. Ik speel heel grappig piano. Ik weet keihard welke noten ik wil in mijn hoofd. Ja. En dan ga ik gewoon de piano af. Ah ja. Tot als ik die vind. Want je hebt nooit echt piano geleerd? Nee, ik speel de gitaar. Ah, leuk. Ja, maar dat kan ik ook. Ik ben daarin afgestudeerd. Oh, oké. Ja, ik heb... Nee, ik heb dat keihard laten liggen en nu weet ik totaal niet meer wat ik dat moet doen. Allee, ik kan wel zo akkoorden, dat wel, hè, maar... Vraag mij toen al of zo, de gitaar, ik weet het helemaal niet meer. Maar dus wel zelf liedjes? Of een deel ervan? Ja, vroeger meer dan nu. Nu werk ik veel met zo... een producer. Ja. Dan hoorde ik alles alleen. Moest ik ook alles zelf betalen. Dus ik deed echt alles alleen. En dan... Vanaf dat het helemaal af was, dan ging ik naar de studio om op te nemen. En dan was dat betalen voor duur. Dus dan was ik echt zo van, snel die zingen en weg. Dus ja, zo nice dat je nu zo je tijd kunt nemen om iets te maken. Is er iets dat jij eigenlijk zou willen dat andere mensen over je zouden weten? Ik ben heel raar. Okay. In de zin van... Leuk. Ik ben heel... ik ben heel actief. Ik ben heel... Maar, oh my girl, met toen, dat is oké. Okay. Maar dat komt er nooit uit als ik je niet ken of als ik je niet mega goed ken. Mm-hmm. Echt alleen mijn dichte kring weet waar ik echt ben. Ja. En al de rest kent zo mijn gepolished versie. Ik denk dat iedereen dat wel heeft, maar dus ik toon dat ook niet of zo. Mm-hmm. Op mijn socials, hoe raar ik ben. Ja, ik toon, ik post gewoon zo een goede foto. Ja. En dan zo, oké, dag. Maar ik denk dat ook, dat raar zijn. Je voelt je gewoon comfortabel. Ja. En dat is wel... Allee, als dat naar boven komt... Mm. Ik apprecieer dat altijd heel veel van mensen. Als ze zo raar kunnen zijn met mij. Maar ik heb zo... Op TikTok kun je zo keiveel video's posten voor zo alleen vrienden. Hè? Ja. En ik volg zomaar zo echt heel weinig mensen terug. Expres. Mm-hmm. Omdat ik superveel TikToks post. Oké, okay, leuk. Van mezelf. Echt. Ja. Gewoon van de unfiltered ik. En dat is super grappig, want er zijn zoveel... vrienden eigenlijk die mij volgen op TikTok, die ik niet terugvolg, omdat die zo niet dicht genoeg zijn. Dan denk ik, nee, dan gaat je zien hoe ik eet ben en maybe we'll burn away. Dat is zo'n klein dagboek dat zo afgescherm blijft. Ja, mijn zus is wel keer wakker, man. Post dat is gewoon, dat is toch kei. Dan denk ik, Je zus heeft een goede invloed. Ja, eigenlijk wel. Mm-hmm. Maar ze doet dat niet altijd. Ze doet altijd alsof dat ze mij niet mag. Ik ken het zo, die relatie tussen mijn zus. Oh ja, ik begrijp het. Eigenlijk, I know she loves me. Mm-hmm. Very much. Maar zusterliefde is iets helemaal anders. En enkel zussen begrijpen dan. Ja, inderdaad. Nee, maar ze is eigenlijk wel een goede input. Ze gaat het nu zien en ik denk, you better. Je mocht uw single, uw aura, uw albums aanduiden met één woord. Oh my god. Ja, heftig. Eén woord. Ja, één woord. Wacht, hè. Ik zou dan zeggen zo in the moment of zo, omdat ik kom altijd wel met iets anders. Dat is misschien omdat ik nog redelijk vroeg in mijn muziekfase zit, dat ik gewoon nog van alles ben aan het proberen. Ik vind wel dat er wel een duidelijke maybe vibe rond zit. Dat vind ik wel. Op een moment kun je de Can't Have Me hebben en heb je dus de bad bitch vibes die zo zijn van fuck you. En op andere moment heb je I Know en zit je te benen in je bed. Dus het is zo... Zo'n heel relatable. Zo, ja, voilà. Het is gewoon... Het is niet perfect. Wel anders inderdaad en gewoon van hoe dat je dan voelt, maar wel maybe-ish of zo. Oké. Hoe antwoord? Dank je. Dit waren de Bathroom Sessions. Bedankt om te kijken en tot de volgende. Dit was Bathroom Sessions met Baby. Ja, dat zou je ons kijken. Even zo keihard rap beginnen, zo bang.